Duurt nog wel even, maar 19 april staat Kai Bodewits in het Parktheater in de Philipszaal met 500 stoeltjes. Tot zover niks bijzonders. Kai, goedemorgen. Hier. Goedemorgen, goedemorgen. Maar het verhaal erachter is wel bijzonder, want jij bent nog maar 17. Ja, dat klopt. En bezeten van cabaret en, ja, en comedy en ga ze maar door. En je dacht van, ja, ik wil gewoon in het theater staan. Dat lijkt me ontzettend gaaf. Mensen verwonderen met iets wat ze nog nooit hebben gezien. Dat is prachtig. Jij trok de stoute schoenen aan. Ik trok de stoute schoenen aan. En toen? Ik liep naar binnen bij het Parktheater. En ik ben naar binnen gegaan. Bij de receptie ben ik gaan staan. En ze zeiden dat ik even moest wachten, want het was druk die dag. Ja. Ik weet nog goed, er was een heel comité daar. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, wat is jouw vraag? Want we moeten eigenlijk door. Mm-hmm. En ik vertelde van, ja, ik ben Kai Bodewits, 17 jaar oud. En ik wil heel graag een cabaretvoorstelling geven. Ja. Dat is een grote droom, een grote passie van mij. Zoals ik al zei, mensen verwonderen met iets wat ze nog nooit hebben gezien. Muziek, een vleugje cabaret, dat is altijd goed. Zeker in de tijd van nu. En toen zeiden ze, nou, kom maar terug als je een impresariaat hebt en dan kun je boeken. Nee. Gelukkig hebben ze dat niet gezegd. Nee? Er was Ruud van der Woert, het is een projectmanager daar. Ja. Die heeft mij een mailtje gestuurd meteen de dag daarna. En die heeft gezegd van, laten we even een gesprek aangaan met z'n tweeën. En dan kijken we even wat de mogelijkheden zijn voor jou om dat te doen in ons theater. Mm. En dat is tot stand gekomen, tot iets heel moois. En 19 april gaat het gebeuren. Dat gaat vrij makkelijk dan nog, of ben je daar niet verbaasd over? Hoor? Ik was daar zelf wel verbaasd over. Je stapt binnen en je fixt het. Ik denk als je met de goede been je bed uitstapt en wel een woordje klaar hebt staan, dat het wel zal lukken. En zeker als je er echt voor gaat en het echt een droom is, waarom zou het dan niet lukken? Nee, wat ga jij doen? Ik speel een voorstelling van een uur ongeveer. Ja. En ik speel gitaar, piano, ik speel cajon, een stukje ukulele. Mm-hmm. En ik probeer eigenlijk een soort van levensverhaal te vertellen, maar dan eigenlijk op een hele andere manier dan bijvoorbeeld een cabaretier zou doen van punt tot punt. Ik probeer het heel ingewikkeld te maken voor mezelf. En ik denk dat dat toch wel ook een beetje de grap erachter zit. Dat de tijd nu ook best wel ingewikkeld is met alles wat er gebeurt. Vroeger alles beter was. Heel veel onderwerpen komen ter sprake. En ik denk toch wel dat mooi is. Ja, gaat het ergens mee te vergelijken zijn? Want jij zegt van een heel andere manier, maar je hebt ook voorbeelden, neem ik aan. Zeker, zeker. Wie zijn jouw voorbeelden? Van der Laan en Woe, die vind ik zelf erg goed. Die doen dan ook op NPO 1 de quiz, doen die dan met Paul de Leeuw. Maar die weten het nieuws op zo'n grappige en nutteloze manier te brengen, dat het juist daardoor ontzettend interessant wordt. En ik vind dat zo mooi om te zien dat zij dat in combinatie met muziek prachtig naar buiten kunnen brengen. Ja, gaat dat ook heel erg die combinatie zijn? Ga je heel veel muziek brengen? Ik vind muziek wel een toverdingetje. Ja. Als dat mooi gebracht wordt, ik denk wel dat je met muziek de mensen het meeste kan raken. Ja. En dan ondertussen gewoon grappen, maar is dat dan... je hebt tegenwoordig stand-up comedy, is heel populair natuurlijk, maar dat is het niet? Of? Nee. Ik denk dat het echt meer een conferentie is. Het zijn verhalen en grapjes hier en daar tussendoor en wat dynamische overgangen en licht en geluid, special effecten. En twee technici die hebben kunnen regelen ook. Dus dat is want dat moet je ook allemaal fixen, ja, toch? Ja, precies. Dat moet allemaal gebeurd zijn. Ja. Heb je niet in je achterzak zitten? Nee, dat klopt. Ik heb toevallig twee hele goede vrienden van school van vroeger, Luc en Camille. En die helpen mij met de techniek. En daar ben ik ontzettend blij mee dat die dat voor mij willen doen. Ja. Ja. En hoe is het met kaartverkoop? Goed. Er zijn nu al meer over de helft kaartjes aan verkocht. 220 volgens mij, als het goed is. Ik heb het net nog even bekeken. Dus ik ben tevreden. Er kunnen 500 mensen in, hè? Er kunnen 500 mensen in en het duurt nog even. Dus, Is het af? Is het programma af? Is af. Het is nu nog flink repeteren en ik probeer er gewoon het beste uit te halen. We gaan ervoor. Dat, meer kun je niet doen. En als ik jou dan vraag, maken ze grap? Dat vragen heel veel mensen aan mij. Ja. En dat is, doe eens grappig. Ja, dat is nog wel eens een puntje. Want het is zo dat, zeker als je stand-up comedian bent, dan zou het nog wel zo makkelijk van 1, 2, 3, hak op tak, even een grapje maken. Ja. Alleen als je echt een conferentie wil brengen, dan is heel het verhaal eigenlijk belangrijk als je dat wil vertellen, als je echt de grap naar boven wil halen. Want er speelt een rode draad mee. Er zit een moraal achter het verhaal. En als alles samenkomt, dan denk je van oké, nu is het af. Nou is die grap echt gemaakt. Nou, dan moeten we gewoon 19 april naar het Parktheater, Kai. Alsjeblieft. Heel simpel, zo doen we dat gewoon. 17, fix gewoon een optreden in het Parktheater. Mocht je zelf nog eens denken van, nou, daar wil ik wel optreden. Hij heeft nou uitgelegd hoe je dat doet. Je loopt gewoon naar de balie en zeg je, hallo, hier ben ik, ik wil het ook. 19 april, heel veel succes. Dankjewel. Gaat wel lukken, denk ik. Dankjewel.